De prijs van een vliegticket, ja, die zal nog meer gaan stijgen. Want Schiphol wil verdere stappen gaan zetten om de luchthaven tussen middernacht en 5 uur 's ochtends te sluiten. Dat schrijft de Telegraaf. Nachtsluiting zou in de winter van 2025 in moeten gaan. Maar plan is nu om dat met een half jaar te vervroegen. Vakantievlieger Transavia die maakt zich grote zorgen. Ze kunnen door de nachtsluiting bijvoorbeeld minder vaak naar het Middellandse Zeegebied vliegen. Dat is een populaire vakantiebestemming. En luchtvaartverslaggever Ieteke de Jong die noemt het een klap voor de vakantievlieger, de gewone man die steeds dieper in de buidel moet gaan tasten voor een vliegticket. Het doek gaat voor Transavia vallen in de huidige vorm. Zij kunnen, als dit doorgaat, waarschijnlijk niet meer winstgevend opereren. Dus dat is met name voor Transavia echt een instort scenario. Voor reizigers zal dit betekenen dat er dus minder vluchten zullen zijn en dat tickets waarschijnlijk duurder gaan worden. Je ziet nu dat reizigers midden in de nacht vaak vertrekken vanaf Schiphol. Nou, die vluchten zijn er dan niet meer. Dus zullen ze moeten uitwijken als ze dat willen. Bijvoorbeeld naar Düsseldorf of Brussel. Ja, wat zegt dit u, meneer Stoffer? Ja, twee dingen. Kijk, één, ik snap vanuit een bedrijf dat dat spijtig is. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, het geeft heel veel overlast. Mm. En zowel qua uitstoot, maar ook gewoon direct aan geluid voor mensen die eromheen wonen. Dus ja, als we met elkaar zeggen dat we duurzamer leven enzovoort, dan zullen we ook wat vakantie betreft misschien meer in eigen land moeten doen. Of met de trein ergens in Europa. Maar we zullen met elkaar wat dat betreft een stukje terug moeten. Vliegt u ook niet meer? Ik heb geen probleem met vliegen. Ik doe dat niet extravagant veel of zo. Maar als het nodig is, vlieg ik. Of voor het werk. Mm-hmm. En afgelopen jaar zijn we in Israël geweest. Ik hoop dit jaar met ons gezin op vakantie gaan naar de Verenigde Staten. Okay. Dat zijn de enige twee keer, moet ik zeggen, dat we als gezin met vliegtuig gaan. Mm-hmm. Maar ik schaam me er niet voor. Okay. Maar ja, het kost wel inderdaad veel, dus je moet er wel een poosje voor sparen. Ik zeg dat ik wel blij ben dat dan misschien straks de tijd dat je om 3 uur 's nachts je nest uit moet, omdat je moet gaan vliegen, dat die dan wel voorbij is. Aan de andere kant, als dat ding duurder wordt, dan is het sowieso lastiger natuurlijk. Maar ja. 'S ochtends vroeg vliegen was nooit echt mijn hobby, moet ik eerlijk zeggen. Nee, voor de meeste mensen nee. Maar goed, veel mensen gaan natuurlijk wel graag naar de Middellandse vakantie. Dat lijkt ook de laatste jaren wel een verworvenheid. Maar als wij gewoon met elkaar zeggen, we willen een stukje duurzamer leven. We willen minder uitstoot. Ah ja, en we hadden dan moeten we ook een stuk terug. We hadden natuurlijk Lelystad, maar dat alternatief is eigenlijk helemaal van de baan, hè, Thomas? Dat is van de baan. Dus daar had je deze slotstand naartoe kunnen verplaatsen. Overigens wordt dat echt nog wel een discussie. Hè? Want als je dus die nachtsluiting hebt, dat zijn dan slots. Hè? Dus momenten dat vliegtuigen mogen opstijgen en landen. Als die verdwijnen, daar moet Brussel in veel gevallen ook nog iets van vinden. Mm-hmm. De Europese Unie. Dus die luchtvaartmaatschappijen die gaan alles uit de kast trekken juridisch om dit besluit nog aan te vechten. Dus ik denk dat dit nog geen gelopen race is. Dat het kabinet hier nog wel wat hoofdbrekers over zou krijgen. Ja. Nou ja, nu we het toch over vakanties hebben, het kampeerseizoen staat weer voor de deur. Ja, en het weer.